Wij zijn er, vier plafonds! Hoi allemaal, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik zie er een beetje wild uit. Ik ben druk bezig met inpakken, want wij gaan morgen op vakantie. Ik heb vandaag vrijgenomen. Niels heb ik naar de opvang gebracht, want we hadden natuurlijk een dag over. Dus ik dacht, dan kan ik heerlijk in alle ontspannenheid inpakken, wasjes draaien, schoonmaken, dat soort dingen. Want er komt altijd iemand bij ons in huis, natuurlijk voor mittens, dus dan wil ik het ook opgeruimd hebben. Ik heb mijn kleren nu allemaal ingepakt. Het was een beetje ingewikkeld. Als je trouwens denkt, wat hoor ik? Foute uur van Q Music, top 500, love it. Dus die heb ik heel hard aanstaan. Maar wat wil ik zeggen? Het weer is nogal wisselend voorspeld. Dus ik heb voor alle smaken genoeg bij me. Dat is altijd een beetje lastig als je weet, het wordt gewoon 35 graden en zon. Dan heb je natuurlijk geen shirts met lange mouwen en zo nodig. En nu heb ik een soort van mix van alles. Want het wordt warm, maar ook regen. En ik hoop dat het eigenlijk beter wordt dan voorspeld. Maar als het nou minder wordt, moet ik ook. Nou, hou op. Dus dat ben ik lekker aan het doen. Hier heb ik nog wat handdoeken liggen, want die moeten nog mee. En beddengoed geloof ik ook. En de rest heb ik al in van die zakjes. Ik zweer hierbij, ik heb van die... Deze zakjes, dit heet, deze zijn van bags in bag. En dat vind ik heel fijn, want daar doe ik dus al mijn kleding in aparte zakjes. En dan kan je het meteen in de kast. Het is heel handig, want je maakt ze open en je legt het meteen in één stapeltje in de kast. Het is geordend, I love it, ik word er heel blij van. Maar nu nog alleen even de handdoeken en zo. En nu ben ik alweer bezig met al Niels zijn dingen. En ook welk speelgoed mee. En dat soort dingen. Allemaal over nadenken. En ik wil nog eventjes langs de sale van de mango. Ik moet even uitrekenen hoeveel luiers ik nodig heb. Dan haal ik denk ik nog even een pak extra luiers. Want die neem ik gewoon mee. Want ja, ik ga toch met de auto. En ik heb ongeveer 635 badpakken gepast de afgelopen tijd. En ik heb er nog geen één gevonden, zal ik er ook meteen bij zeggen. Maar degene die het niet geworden zijn, die ga ik even allemaal nu terugsturen. Super irritant. Ja, ik ga maar weer lekker verder met inpakken. En ik neem jullie dus de hele week mee op vakantie. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. Ik heb net Niels' bedje afgehaald, want ik vind het altijd wel handig om twee beddengoed dingen mee te nemen. Zodat, mocht er een ongelukje zijn, dat we in ieder geval nog iets hebben. Dus dat heb ik net afgehaald en zijn knuffeltje en zijn speen. Dus dan is dat in ieder geval allemaal veilig gesteld. We gaan zo even lekker zelf ontbijten. Het is nu 7:30. Niels zit al te ontbijten. En we zijn er klaar voor. Yes, vakantie. Heb je er zin in, Niels? Heb je zin in de vakantie? Ja. Zo, zit je lekker te ontbijten? Ja. Ja, hè? Hallo, wij zitten in de auto. Mama zit achter me. Niels zit te slapen. Sven zit naast me. We rijden nu bij Antwerpen. Het is 11:45. We komen om 2:15 aan volgens dit ding. Maar we gaan nog een keer ergens tussendoor even stoppen. Want ja, we hebben geen haast. We kunnen geloof ik om 3:30, 4:00 het huis in. Dus we hebben geen haast. Dus we zitten lekker in de wagen. Spulletjes mee. Het is weer een hele volksverhuizing. Maar... mevrouw zegt even wat. Dus ja, we hebben er zin in. Oep. Hé, mam? Zeker. Ja. Hallo. Niels zit te eten en ondertussen kijkt hij een film. Sven heeft een bakje koffie. En ik had een theetje, maar die is al op. Joof. Wij zijn er bijna. Hey, goed. Mijn vader is samen met een vriend van hem vanmorgen 1:30 eerder vertrokken, maar ze zijn dus later dan dat wij, dus ik weet niet wat ze hebben gedaan, dat wordt heel spannend. Maar wij zijn er bijna, zo'n kleine detour doen om te tanken. Maar helemaal volgens schema en als het goed is, als wij aankomen, is de vrouw met de sleutel er ook bijna. En dan kunnen we het huis in. Ik ben benieuwd. Wij zijn er, vive la France! Dit is het huis. Kijk eens, het ziet er toch leuk uit. Het ruikt nu al naar barbecue. En nu gaan we even kijken of er al iemand is. Ik denk dat wij de eerste zijn. Zeg maar ook voor de mevrouw met de sleutels. Even kijken naar de voorkant. Gezellig.
in de gaten. In de categorie waar iedereen gebleven. Ja. Zijn we nu op de duinen en in de duinen aan het lopen. Want Sven, Niels en mijn vader zijn er ineens vandoor gegaan zonder ons. Kijk, ze zijn allemaal aan het kitesurfen hier en zo. De trap af, een puntje. Zo. En nu is de grote vraag, waar is de familie heen? Plage. Plage op links. Het waait een beetje, het regent een beetje. Maar het ziet er wel heel mooi uit. En het mooie is dat wij hebben alle huissleutels. Nou, het ziet er wel heel gaaf uit. Hey. Het is alweer een heel wat uurtjes later. We hebben al lekker gegeten. Dit is mijn haar, want ik was een beetje verregend. Dit is onze, een van onze uitzichten. Ik ga morgen een hele home tour geven, maar ik dacht ik laat nu nog even zien hoe Sven het vuur aanmaakt voor de open haard. Lukt het zo? Ja. Ja. Staat op YouTube, hè? Ik zal morgen goede tour geven, maar dit is de eettafel. En dan hebben we hier de. Hoe zeg je dat? De banken. En daar is onze tuin. En dan is hier. De gang, ja, je kan het niet zo goed zien. En mijn vader staat kaarsjes te maken. Het is wel een beetje opruimen, maar. Yes. Wat zeg je? Een beetje onduidelijk. Een beetje onduidelijk. Nee, dat zei ik niet. Nee. We gaan lekker een wijntje drinken. En nou, een spelletje doen of niet. En ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zondag en wij zijn wakker. Dat wil zeggen, niet dat ik überhaupt echt geslapen heb. Niels die wilde niet alleen slapen vannacht. Die wilde niet in zijn kamertje. Nee, niet in zijn kamertje. Maar ook niet bij ons op de kamer in zijn bedje. Hij wilde gewoon alleen maar bij ons in bed. Nou ben ik daar op zich heel erg principieel in. Maar als er ook andere mensen in een huis liggen. En je ook wel snapt dat het misschien een beetje spannend is. Maar ik was op een gegeven moment echt klaar mee. Maar ik denk dat we vanavond het hier gewoon laten houden. We zitten nu lekker te ontbijten. Dus dat wil zeggen, ik. En ben je bij? Ja. Mijn vader probeert nog eens uit te leggen dat Niels vannacht in zijn bed moet gaan slapen. Mijn vader kwam net, dus ik heb eventjes niet meer gefilmd. Maar, Niels. Sven is even lekker hardlopen. Loop, Niels. Sven is even lekker hardlopen. Ik zit te ontbijten met sojajoghurt. Dat was het enige lactosevrij wat ze daar hadden. En niet de soja, niet zo lekker. We zitten lekker. Ondertussen ben ik me aan het opmaken. En opa legt uit dat Niels in zijn bed moet slapen. We zijn aan het wandelen. Sip is in de hand. Kijk. Ja, ik ken het jongen. Sven die heeft een missie. Sven die heeft een missie. Die wil namelijk deze week zijn baard laten staan. Nou, waarschijnlijk wordt het alleen een flassig snorretje. Ja, welke baard? Dat is een hele goede vraag. Maar goed, dat wordt natuurlijk helemaal niks. Maar hij gaat het proberen. Mijn broertje daarentegen, echt een mega baard, die komt deze week natuurlijk ook. We lopen op de snoepelzand. Ik denk dat het loopt te hijgen. We gaan een wandeling maken. Naar de duinen. En naar het strand. Niels wil nog niet echt lopen. De beach. Gewoon even hier doorheen. Hoi Sven. Zet plaats. Zuur aan onder de hitte. Het waait wel. Niels. Niet heel verantwoord, maar de trap bleek stuk.
gespeeld. We hebben het punt bereikt dat we Niels een uur in bed hebben gehad en hij gewoon niet wil slapen. Gewoon alleen maar keihard krijst. Toen op een gegeven moment haalde ik hem even uit, want hij was echt helemaal door het lint aan het gaan. Dus toen heb ik hem er even uitgehaald en toen gooide hij zijn speentje en zijn knuffeltje erin. En zei hij, zo, buiten. Dus toen dacht ik, oké. Dus toen hebben we na overleg toch maar besloten om hem er maar uit te halen. Nou, hij is nu al het lekker buiten aan het spelen. Zonder slaap. Het is inmiddels 3:15. Ik weet niet zo goed hoe lang dit goed gaat en hoe we dit verder gaan aanpakken. Maar we gaan lekker. Goed, we zitten wel lekker in de tuin. Kijk, hij is daar iets naar een boom aan het wijzen. Ik weet niet wat hij wil. En daar zitten wij een boekje te lezen. Het is op zich wel lekker. De zon schijnt, alleen de wind is echt een hele koude zeewind. Dus ik heb net wel mijn jas aangedaan en een lange broek. Want ik had net een korte broek aan en dat was prima. Maar als je hier zo stil zit, is dat minder. Dus ja, de rest van de groep is wandelen. Ik denk dat die zo ook wel terug gaan komen. Zullen we even kijken. Wat de Efteling is het wat op de grond. Ik weet niet wat die aan het doen is. We lopen even naar de Spar. Oh, doen ze hier heel veel. En daar komen we weer de zee. En we hebben net getafel voetbald. En toch een beetje inkomen. Dus we hebben gewonnen. Maar het viel hem niet tegen, mijn talent. Beginners geluk. Niels gaat ineens in een heel rap tempo allerlei woorden doen. Hij kon al wel wat woorden. Sorry voor het gewiebel. Ook nogal... Maar hij zegt ineens, dan zeg je één keer huisje en dan zegt hij huisje en dan zeg je hekje en dan zegt hij hekje. En ja, nu gaat hij als een dolle. Kijk zo, oh, dit soort huisjes. Oh, hele schattige huisjes. Best wel groot, maar ik bedoel meer, kijk, dat is ook op zo'n. Nu zijn we bijna bij de Spar, wie kent het nog? Kijk, echt heel leuk dorpje. En heel veel kitesurfers. En een auto. Ja, Niels zegt huisje en auto. Goed. Goedemorgen, het is maandag. Niels haalt een beetje, want die wil, we hebben een soort geïmproviseerd aangekleed kussen. Dat wil hij niet echt op, hij moet even aangekleed worden. We hebben lekker geslapen vannacht. Niels heeft, we hebben van alles gedaan om het leven beter te maken in zijn slaapkamer. Dus we hebben zijn bedje aantrekkelijker gemaakt. En ik heb de hele avond met zijn knuffeltje, of tenminste de hele middag met zijn knuffeltje met BH gelopen dat hij goed naar mij rook. Hij is lekker in bad geweest, uitgebreid. We hebben een stoel op zijn kamer gezet waar we, zoals we eigenlijk altijd bij ons thuis doen, het verhaaltje oplezen, zijn tanden poetsen en dat soort dingen. Dus we hebben het avondritueel heel zen gemaakt. En nou ja, hij is gaan slapen. Had ik ook niet anders verwacht nadat hij de hele dag wakker was. Maar het werd gewoon tot 6:00 heerlijk doorgeslapen. En toen om 6:00 was hij wakker. En toen dacht ik, nou dan komt hij even lekker bij ons liggen. Want hij wilde niet meer slapen. Maar wij nog wel. Dus we dachten, nou weet je, dan kan hij er wel lekker bij. En toen heeft hij tot 8:00 toch doorgeslapen. Dus heerlijk. Ik heb net even mijn HIIT workout gedaan, vandaar dat ik de sportoutfit aan heb hier in de tuin. Ik bedacht dat ik nog helemaal geen tour had gegeven, dus dat ga ik zo meteen even doen. Maar ik ga eerst lekker douchen. Maar ik kan natuurlijk wel vast een tour van onze kamer geven. Dit is het. Hier kom je binnen en dan zie je ons bed. En dan heb je onze nachtkastje, wilde ik zeggen. Maar toen belandde ik in Nice met mooie stenen lampen. Wel leuke nachtkastjes trouwens. Sorry voor de zooi, ik heb hem niet opgeruimd. En dan hebben we hier de kledingkast. En dan hier zo'n heerlijk rolluik. Dat kan dus helemaal naar beneden dicht. Dat is echt pikdonker. En dan is dit de badkamer. Hallo. Met een badkamermeubel en een heerlijke regendouche. Dus dat is onze kamer. En dan zal ik straks even de rest van het huis laten zien. Oh, ik kan nog wel even de tuin laten zien. Nu we er toch zijn. Kijk, dit is de tuin. Hier hebben we om de hoek een buitendouche. En dan hebben we hier een soort heuvel
En een grote eettafel. Dan hebben we daar Niels. Nu gaan we voetballen. Met de bal. Met de bal, hè? Niels vindt de tuin in ieder geval prachtig. En dat loopt dan helemaal zo door. Dat is daar de voorkant. Dit is gewoon de rest van het huis. En als je hier de weg afloopt, dan kom je bij het strand. Dit is Niels geïmproviseerde kamer. Dit is zijn bedje. Dat moet ik nog even netjes maken. En ik heb dus, nu heb ik het raam openstaan, maar we hebben dus vuilniszakken voor, want we hebben geen gordijnen. Dit moet ik ook zo weer even een beetje opruimen, maar hier ligt gewoon, dit is een geïmproviseerd aankleedkussen. Nou ja, hydrofiele allerlei dingetjes. Dit is een pyjamaatje van net uitgedaan. Spulletjes, en dan heb ik hier, dan heb ik hier ook vuilniszak voor, want hier zit de wasmachine. Als hij de hele tijd die knopjes ziet, denk ik, dat gaat niet goed. En dan heb ik hier nog zijn kleertjes. En dan lopen we terug de gang in. Oh, hierachter zit een garage nog met spullen. Dan hebben we hier een toilet. En dan zit onze gang. Daar is ons poortje om binnen te komen. Dan hebben we hier de trap. Dan hebben we hier twee kamers. Twee dezelfde kamers. Hier komen mijn broertje en zijn vriendinnetje te liggen. En hiernaast zit een vriend van mijn ouders. Dezelfde kamer. Dan hebben we hier nog een toilet. En dan hier de kamer van mijn ouders. En die hebben ook net als wij een ensuite, maar dan met een bad. En dan loop je. Dan hebben we hier nog zeg maar een badkamer voor de, met een douche dan. Dubbele wastafel. Deze wastafel hebben wij ook. Met een andere kleur. En ook een douche. Dit is dus voor de rest zeg maar. En dan hebben we hier nog de game room. Kijk, zie je Niels rennen buiten? Ik weet niet of je het kan zien. Ja. En dan hebben we hier tafelvoetbaltafel. Hier allemaal kussens en een tv. En dan hebben we hier, zeg maar, zitten ook nog bedden in. Hier staan nog allemaal bedden in voor hier. Dus je kan nog met meer mensen slapen. Nou, neem ik jullie mee terug naar beneden. En dan hebben we hier, hebben we de stofzuiger met een beetje gekke vliegjes. De woonkamer, ja, het is een beetje een rotzooitje nu, ze hebben net ontbeten. Keuken met alles erop en eraan. Oven, magnetron, koelkasten, vriezers. Eettafel, een lekkere open haard, die hebben we ook al aangehad. Lekker grote eettafel en dan hier de zithoek. Echt een heerlijk huisje. Ik hoor een baby huilen, is niet Niels. En we hebben dus ook gewoon, eigenlijk kan niemand ons huis inkijken of zo. Het is echt helemaal vrijstaand en er staan wel allemaal huizen omheen, maar allemaal verder weg. Dus heerlijk, ik ga lekker in de zon, want kijk, ik heb mijn lichtbedje. Mijn lichtbed staat er klaar voor. Niels zit heerlijk in een badje. En wij zitten lekker te chillen.